Hallo! Okay, bang, bang, bang. Oké. Okay. Oké, ja, dat betekent dus dat we begonnen zijn volgens mij, hè? Hey, wacht even, Jaap, wacht even. Waar wacht ik op? Ja, je moet even wachten. Ik ga even een shout-out to een special people geven. Wat? Ik ga even een shout-out geven naar iemand die speciaal is. Je gaat je shirt uitgeven naar iemand die speciaal is. Laat me even praten. Je weet dat dat heb ik je net verteld voordat we begonnen met recorden, dat ik een nieuwe vriendin heb sinds 2 weken. Ja, dat hoef je niet. Schat, als je dit kijkt, ik hou ontzettend veel van je en zie je nog wel een keer verschijnen. Lief. Dus ja, zij Jaap, Jan is bitch en dik en lelijk. Dit is een feit door de overheid bevestigd. Vriend, voortaan, als jij bordjes schrijft, zou je alsjeblieft geen Nederlands en Engels door elkaar willen halen en zou je je goed willen spellen? Sorry, ik kan echt slecht spellen en ik ben niet eens dyslexisch. Dyslexisch. Houston, we got a fucking problem. Zeg je weg. Help me! Serieus, hoe lang zijn we al aan het recorden? Serieus, we zijn volgens mij net 2 minuten. Oh. Nee, sorry, ik ben bezig. Niet bellen. Even wachten, ik moet even tegen iemand zeggen. Je gang, ik zit toch nog vast in een gat. Wat ik zelf heb gemaakt. Om jou het mee terug te pakken. En ben je er al uit? Je bent er al uit. Oh, je bent dieper aan het gaan. Ja. Kap, hou je bek. Oh, sorry, ja. Ga je mij verontschuldigen, ja. Je bent... Nee, hoor. Teringspul, ik heb een ex nodig. Je hebt een ex nodig? Nee. Oh ja, voor mensen die het niet zagen. Ik heb een nieuwe textpack. Ja, dat moest zaasel zien, want het ziet er echt kapot veel anders uit. Ja, ik heb sowieso altijd dezelfde paintly pack aanstaan. Bij jou zien ze toch niet. Gewoon omdat ik een fucking... Nee. Omdat ik gewoon fucking kan recorden. Oké, ik ben eruit. Je bent eruit. Wat wil je nu dat ik zeg? Ik heb een piece of dirt over. Ik heb een piece of dirt over. Ik heb een piece of dirt over. Houston, we got the same fucking problem again. Serieus, weet je, ik ben al na de eerste aflevering gestopt met jou de hele tijd eruit halen. Je gaat het zelf weer doen. Kom op. Kijk, ik wil Slyfox, serieus. Oké. Even kijken, maar we moeten beginnen met... Jullie zien waarschijnlijk wat veranderingen aan het eiland. Ja, dat heeft Jurgen op de vorige keer gedaan toen ik onder de grond zat. Die gast doet nog wel. Echt waar. Ik ben echt zo autistisch als de tering. En voor mensen die weer beginnen over... ga niet schilderen met autisme. Ik ben een autist. Ik heb PD-NOS. Look it up, bitch. En I don't give a shit. Nee, ze mogen best van mij weten dat ik een vieze auto heb. Ja, maar ik wil het niet weten. Ja, maar jij bent gewoon fucking gay. Hou je mond. Wij zijn echt altijd zo aardig tegen elkaar. Ja, dat maakt het geniaal, jongen. Dat maakt ik heb net een fysieke film zitten kijken. Oh, stoer. Hey, maar gaan we huis bouwen? Of denk je dat het zo groot genoeg is? Ik denk dat we eerst even nog moeten uitbreiden. Ja, oké. Ga jij weer uitbreiden? Oh, wacht. Ik zou haast in jouw gat lopen. Oeh, dat klonk trouwens heel fout. Je hebt wel vaker in gaten, hè? Ja, zeker niet. Oké. Even dat kijken. Was info die we niet hoefden te hebben. Zeg je? Dat was in... Godverdomme, wat heeft dit blog? Terwijl ik zo episch naar jou ga zitten kijken, ga ik even voor de mensen opzoeken. Want ik kreeg een laatste. Er is zo iemand, hè? Dat mag ik. Die stuurt gewoon... Iedere aflevering stuurt hij een nieuwe challenge in.
Ja, dat heb ik ook gezien. Het is maar dezelfde persoon. Ik reageer heel vaak op hem. Niet op een gemene manier hoor. Als je dit kijkt, Je bent een topper. je bent een topper en jij hebt Jannes fucking gay. Ik heb een cave. Oh, laat maar. Waar ben je? Ik was je aan het volgen. Ik dacht even dat ik een cave had gevonden, maar ik ben in onze eigen tunnel gegraven. Je bent echt heel. Oh, ik ga episch inzoomen op je hoofd. Oh, episch. Oh. Dank je, man. Suck a bitch. Well, yo, ik ben weer vreemd hard aan het schelden. Ja. Voor alle kleine kinderen die kijken, niet kijken, jij hebt je aan de spelen over. Wat? Wat? Ik ben hem niet. Ik hou mijn adem weer, weet je. Well, was ik zwart in dat gat gelopen, hè? Oh shit, sorry. Jij liep in één keer langs. Auw. Ja, jij sloeg me opeens. Oké, dat kan ik nog wel snappen, maar dat je me zomaar slaat. In het water, jij bitch. Fuck it. Heb jij ooit de Hangover gezien? Die heb ik wel gehoord, maar ik heb hem echt nooit gezien. De Hangover. De Hangover. Je hebt meerdere films dan ervan. Ik heb part 1 gezien. Ik vond hem fucking genius. Oké. Oh, trouwens, er is trouwens een mooie challenge ingestuurd. We moeten een. Een hoe heet het? Oh, ja, een. Oh, episch. Nee, fuck, hou je bek. Oké. Ik. Nee, maar dat heb jij nu niet gehoord. Maar ik was even de laatste video aan het opzoeken. Waardoor die kaart die intro. Dus dat hoorde je nu nog eens, sorry. Oké, okay. Rick Stegeman zegt, maak bij de oude boot een monument voor de boot. Monument, dat wou ik net zeggen. Oké, dank je man. Waarom zei je dat dan niet eerder? Omdat jij... Nou heb je mij, notabene, die hele video lopen laten kapot. Oké, ik ga mijn zin niet afmaken. Learn Dutch, bitch! What? Oké, dank je. Oké, dus wij moeten een monument bouwen. Maar wat voor monument? We gaan niet weer beginnen over pedohoofden en over aan wie dat nou ligt. Of het nou aan de pumpkin of aan jou ligt. Want dat is een eindeloze discussie. Alhoewel, ik weet niet of jij jezelf een pedoface vindt hebben. Nee. Nee, oké, dan is het dus wel een eindeloze discussie. Wij zijn echt fucking genius, volgens mij. Vind jij jezelf genius? Oh, je opschep, jongen. Oh, ik zou nu zwaar... Oké, laat maar. Ik wou net zeggen. Shut up. Maar even een vraagje aan de kijkers die dit zitten te kijken. Oh, Jurgen, even vragen aan de kijkers. Jurgen, even vragen aan de kijkers. Oh, ik ga goed luisteren, hoor, want Jurgen, even vragen aan de kijkers. Waar is die son of a bitch? Kijk, daar is die. Het is dat je gouden helm hebt en wat spullen die ik niet heb, dus ik anders zou ik je mappen. Maar zal ik ja, mappen, de vraag aan de kijkers is, wat voor soort huis willen jullie zien? Ja, ik sta van het huis, die huis challenge, weet je wel. En ik zat te denken aan Sandstone, omdat we tering van sand hebben. Weet je, en, hoeveel sand hebben we? 24. Ik nog eens? Oh nee, we hebben wel... Ja, je moet even door, nog een paar in, even in... Oh shit, even in... Nee, blijf daar staan, ja. En dan moet je nog even één keer in die chest kijken. Ja, dank u. Ik doe het zelf wel voor je, weet je. Ik ga gewoon me niet door jou laten... Ja. Hé, hey, spin. Maar... Ga naar je eigen land. Hé, hey, hij slaapt me gewoon ook nog, hè? Hey. Oeps. Kijk, en dan heb je het wel eens over dat ik racistisch kan overkomen. Oh ja, sorry. Ik dacht het echt te laat. Wauw. Ja, maar die spin was ook gewoon zo zwart, dat ik dacht van... Wauw, hou je mond maar. Dat is even niet op te zeggen. Shut up! Oké, hey, kom eens even mee.
Kom mee. Ik moet jou even wat showen. Want na de vorige aflevering zijn we nog heel kort doorgegaan, 10 minuutjes of zo. Gewoon om even wat te doen buiten de camera om huis bij te bouwen. En toen ging ik dus even wat minen. En toen vond ik dit. En ik dacht, dat laat ik er gewoon even staan. Ik denk dat er wat achter zit. Oh shit, I'm scared to death. Not... Wow. This looks epic. Ik heb torches. Wat zit er? Wauw. Wij moeten hier even met wat condooms bescherming in gaan. Sowieso, er staat hier iemand die ik... Scalabro! Scalabro! Scalabro, yo. You ain't a fucking hoe, bitch. Wauw, ik schaal veel met bitch, jongen, de laatste tijd. En dat moet je niet doen. Mijn vriendin boos. Hé, hey, waar is dit? Pas op, ik ga hierin zitten. Ga je erin zitten, die hoor ik heb gekocht. Auw! 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 Zieke trap. Oh! Holy. Oh shit, er lag hier TNT. Ik heb hier TNT. En redstone. Dit was echt een zieke trap. Uh-oh. Ik heb... Oh, ik het had dus niet veel gescheeld of jij was gewoon keihard dood geweest. Ja. Er lag daar een redstone blok. Dat heb ik aangetikt. Ja. Ik ben bang dat er zometeen nog meer af. Zit er daar beneden nog iets of is het gewoon leeg? Nee, voor de rest is het niks. Maar ik ben bang dat er zometeen nog meer TNT is. Omdat ik weet wat er met redstone blok, als je die aantikt of er overheen loopt, beginnen ze te schijnen, toch? Ja. En daarmee kun je dus ook TNT afzetten. Ja, dat is waar. Maar als de TNT af werd gezet, was dat nu al gebeurd? Ouwe, ik heb gold gevonden. Ja, nice. Maar ik heb geen pickaxe. Pickaxe. Hey, dat andere. Oké, dus dit was alles. Dit was daar gaan we eigenlijk... maar niet over die discussie. Over die discussie gaan we niet beginnen. Over welke discussie? Laat maar. Serieus. Auwe, ik heb weer een doorgang gevonden. Ja? Ja, kom eens naar mij. Nee. Ja, ik meen het. Ik heb een doorgang gevonden. Ja, denk je dat ik dat geloof? Ja, ik geloof je wel. Kom eraan. Holy fuck! Lapis! Fucking iron! Nog meer iron! En nog meer track! Waar zit jij, man? Ouwe, gaat dat ene gat in? Gaat dat ene gat in? Oh ja, ik zie jou. Up there! Ja, oké, okay, ik zal even een mooi trappetje voor je bouwen. Oké, okay, dank je, man. Ik loop achter je. Oh! Fuck! Jezus Christus! Sorry voor mijn... Maar kijk, hier ook. Ja, episch. Hey, weet je, dat laten we voor de volgende keer zitten. Want we zitten al... Ja, ik weet het. Ik zag het aan de Skype-tijd. Want we zijn op 13 minuten ongeveer begonnen. Het is nu al 24 of 25 minuten. Oké. Dus dat betekent... Nou, weet je, doe jij het maar. Wij spreken jullie later. En voor mijn vriendin... Ja, schat, ik hou... Hey, hey. We maken een video voor de kijkers en niet voor jouw vriendin. Hey, hoor eens even, mijn vriendin kijkt dit ook, dus... Ja, klopt ook. Deze episode is voor mij, van mij, naar jou toe, schat. Oké, okay. dus jij... Oké, okay. Ik maak de video voor de kijkers. Ja, ik laat jou al het feedback doen. En dan doe jij ondertussen, doe jij even iets gewoon... Ja, voor als extraatje doe je het voor jou. Allerliefste vriendinnetje. Oké, okay. Hey, mensen, bedankt voor het kijken tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken, mensen.